De inmiddels beruchte bocht, de Krom op Rietveld, heeft een volgende auto opgeslokt. Een bestuurder komende uit de rijrichting Nieuwerbrug verloor de controle over het stuur en belandde in de Boerensloot. De bestuurder is echter spoorloos verdwenen. Voorbijgangers vonden de auto en waarschuwden de politie. Dat was hem alweer op deze stormachtige zondag. Meer nieuws is er op onze website en dat is www.woerden.tv.